Hoi lieve kijkers, het is weer even geleden sinds mijn weekvlog. Ik heb een beetje overgeslagen door alle drukte. Voordat ik verder ga wil ik jullie kennis laten maken met een nieuw merk. Dat is ook nieuw voor mij. Anna Luisa. Ik heb daar wat sieraden besteld en speciaal voor mijn trouwe kijkers mag ik dus een kortingscode weggeven. Die staat straks onder aan mijn video. Ik ga jullie eerst eventjes de sieraden laten zien die ik dus heb besteld. Ik ben er echt super blij mee. Het is echt hele mooie kwaliteit. Het wordt in dezelfde fabriek gemaakt als bijvoorbeeld een Louis Vuitton. Die laat ook zijn sieraden daar maken. Dat geeft aan dat het gewoon echt goed spul is. Dat het niet gaat bladeren of snel lelijk wordt. Dus ik zal even laten zien wat ik heb uitgekozen. Tada! Zoals jullie weten ben ik echt een sucker voor sieraden. Ik heb ook heel veel gaatjes in mijn oren bijvoorbeeld. Dus oorbellen, daar ben ik gek op. En iedere vrouw moet gewoon een goede paar hoops hebben. En deze vind ik heel mooi omdat ze best wel dik zijn. Ik heb tegenwoordig alles goudkleurig, heel soms zilver. Maar ik vind ze echt super mooi. Of mooi als je een strakke staart hebt of whatever. Ik ben er in ieder geval heel blij mee. Nou, dit zijn de hoops. Zoals ik al vertelde, ik ben echt super blij met al mijn spulletjes. Ja, de feestdagen komen eraan, dus bij een leuk jurkje of wat dan ook. Maar ook als je bijvoorbeeld iemand cadeau wilt doen, zitten echt super leuke dingen tussen. En met zo'n kortingscode valt het dus ook nog wel mee. Nou, dat is. Wat is dit nou? Wat doe je nou? Vandaag is dus game day. De laatste wedstrijd van het seizoen. En ze kunnen dus kampioen worden. Ze hoeven dus alleen maar gelijk te spelen. Of natuurlijk te winnen. Dan zijn ze kampioen. Dus dat is wel echt super super leuk. Als dat zou zijn. Nog iets heel leuks. Rio gaat voor het eerst met zijn vader het veld op. Normaal zie je toch altijd die kleine jongetjes voorlopen. Hand in hand. Met de spelers. Dus Rio gaat vandaag voor het eerst. Dus dat vind ik echt gewoon heel leuk. Ook voor later. Dus mijn fototoestel staat klaar. Verder ben ik dus echt al vanaf 2:30 s'nachts wakker. En heb ik niet meer kunnen slapen. Rio heeft dus gelukkig gewoon doorgeslapen. Alleen ik was gewoon super zenuwachtig voor Dave. Nou, we gaan dus nu naar de wedstrijd toe. We moeten een beetje vroeg zijn. Rio is er klaar voor. Wat is een handen? Met je mooie shirt. Met je mooie shirt. Gaan we er vandoor? Daar gaan we. Papa aanmoedigen. Rio, kijk eens. Nou, een hele grote teleurstelling. We hebben dus verloren, althans Ulsan Hyundai heeft op het laatste moment dus toch aan het kortste eind getrokken. Ik praat een beetje voor iemand dood, dus dat is dus absoluut niet zo. Alleen ik vind het voor Dave echt super zielig. En voor het team, want de jongens hebben zo hard gewerkt en dat je dan echt op het laatste moment het zo moet weggeven, zeg maar. En Dave is nog nooit zo
dichtbij een kampioenschap geweest. Dus dat vind ik echt wel heel sneu. Dus die was ook echt aangeslagen. En je gaat toch leuker naar huis als je, nou ja, kampioenschap binnen hebt gesleept. En je had je er al een soort van min of meer op verheugd. Ik heb ook tegen hem gezegd, weet je, en door... jullie hebben een hartstikke mooi seizoen gedraaid. Je hebt hier heel goed in de kijker gespeeld. Je hebt het super goed gedaan. Ik ben heel erg trots op je. En volgend seizoen pakken jullie gewoon die titel. En ja, er kan er maar één de winnaar zijn. Dus het is een hele zure appel. Echt waar. Ik ben dus nu aan het wachten tot hij thuis is. En dan moet je hem echt een beetje opvangen. Normaal gesproken, als hij al een wedstrijd heeft verloren, is de eerste uur altijd een beetje... ja, niet zo heel gezellig. Gewoon teleurstelling. Maar ja, we hebben nu een heel mooi vooruitzicht. We gaan lekker naar huis. Misschien niet met kampioenschap, maar er is niemand ziek. Er is niemand dood. We gaan lekker naar huis. Vakantie vieren. We hebben een heel mooi seizoen gehad. We hebben het toch maar volgehouden hier met z'n drietjes. En goed ook. En hij heeft het gewoon hartstikke goed gedaan. Ik ga zo eventjes wat te eten hier beneden halen bij Dangol. En dan ga ik hem eventjes gewoon knuffelen. En hoop ik dat Rio in slaap komt. Die wil ik hier in slaap op maken. Maar die is ook op van de adrenaline. Karel, wat ben jij aan het doen? Wat heeft dit te betekenen? Mama heeft al alles gedaan. Reggae muziek opgedaan. Je hebt een flesje gehad. Schone luier. Een lekker schoon warm pakje. Karel, wat is dit nou weer? Hallo. Wat is dit? Wat heeft dit te betekenen? Ben je nu toch stiekem omgedraaid? Wil je er dan toch nog even uit om papa een kus te geven? Beetje stout is het wel, hè? Daar hoort je hoofd. Niet daar. Ja. Wat is dit nou weer? Rio, hebben we zo ons best gedaan. Hebben we papa zo hard aangemoedigd. Hebben we zo hard zitten klappen. Zonde, hè? Wil jij nog eventjes op je koala liggen? Ga je dan niet iedere keer als mama iets gaat doen gillen? Nee. Nou, vroeger praat ik altijd zo tegen mijn honden. Nu praat ik zo tegen Rio. Ik krijg geen eens antwoord, maar het heeft toch het idee dat je een... je hebt toch het idee dat je een gesprek voert. Oh, mama even loslaten, hè? Zachtjes. Rio. Rio, kijk eens voor mama. Ben je zo goed aan het krijgen? Nou, Dave is gisteravond thuis gekomen. En het leek alsof hij overleden was. Het is ook echt super sneu, omdat je gewoon zo dichtbij zit. We hebben er heel even kort over gepraat. Maar daar was eigenlijk even geen land mee te bezeilen. Omdat hij gewoon zo teleurgesteld is. Aandacht. Dus ja, dat begrijp ik wel. En het beste is dan om hem even te laten. Dus uiteindelijk ben ik maar naar bed gegaan. En ik weet niet hoe laat hij is geslapen. Hij ligt nu nog in bed. Maar hij is gewoon heel erg teleurgesteld. Dus ja, mochten we eerder naar huis nu. En ik had dat liever op een andere manier gezien natuurlijk. Maar dus daar was ik wel blij mee. Maar nu is de president van de club dus boos. Omdat, wat is er eigenlijk? De president van de club is dus boos. Omdat ze hebben verloren. Maar dat ik denk, het is voor de jongens al rot. En al een straf genoeg dat ze hebben verloren. Waarom moet je ze hier dan laten in hun vakantie nog een paar dagen extra? Ik bedoel, het is al zo depressief allemaal. En zo rottig geëindigd. Ze hebben heel erg hun best gedaan. En het mag niet zo zijn. Ik kan er maar één de winnaar zijn. En ik zou ook wel tegen Dave, weet je. Er is niemand ziek, er is niemand dood. Ja, het is rottig. We hadden iets meer centjes gekregen. Ja, je had een mooie titel op je naam gehad. En, maar ja, weet je, volgend jaar heb je weer een kans. Dan moet je er vol voor gaan.
En ja, dit kan nou allemaal gebeuren. Dat is met sport gewoon zo. En nu hoop ik gewoon dat we wel een beetje vrolijk de vakantie in kunnen gaan. Het is voor mij misschien iets makkelijker om het naast me neer te leggen en te nemen voor wat het is. Want ik heb de prestatie natuurlijk niet hoeven leveren, maar ik ben in ieder geval heel trots op hem. En ik denk dat we het gewoon snel moeten vergeten en een lekkere vakantie moeten hebben. Ja, je bent echt heel goed bezig, kleine wildhuis. Je bent echt heel goed bezig. Doe maar lekker kruipen. Je hebt er zo goed geslapen vannacht. Ja, dus ik weet niet hoe lang we hier nog moeten blijven. Ik hoop zo kort mogelijk. Inmiddels is Dave wakker. We gaan eventjes voor de laatste keer boodschappen doen. We hebben alles ook al gesorteerd om in te pakken. En gedaan en alles een beetje doorgewassen, ik dan. Inmiddels zingt hij wel weer kerstliedjes, dus ik denk dat het nog wel gevoelig ligt, maar dat het... Hoi schat. Ik vind al net dat het een beetje gevoelig ligt allemaal. Dus ik denk niet dat je eventjes voor de camera wil komen. Nou. Aangezien de grote teleurstelling gisteren. Nou, we gaan hem toch eventjes naar hem toe. Goed gedaan, schat. Dus die was not amused. Maar hij komt langzaam weer een beetje tot leven. Hij staat hier rare dansjes te doen. Wat ik jullie bespaar. Verder, het is normaal. Nou, ik ben blij dat je je humor ook weer terug hebt. Dus het gaat allemaal de goede kant op. Let de vakantiestemming begin. Ja. Dus wat ik al zei, alles heb ik al gesorteerd en bij elkaar gelegd. Dus zodra we weten nu wanneer we vliegen. Waarschijnlijk vliegen we nu 2 dagjes eerder dan verwacht. Misschien 3, dus... Ik hoop gewoon zo snel mogelijk dat we hier weg kunnen. En het allemaal lekker kunnen vergeten. En dat we volgend jaar weer lekker fris starten. En dat we gewoon vooral heel erg gaan genieten van alles in Nederland. Wat? Ja? Komt die holiday vibe een beetje, schat? Ik ja? Dit is al een hele andere dag als gisteren. Goedemorgen. We zijn gisteren nog eventjes wezen Korean barbecuen. En toen kregen we te horen dat we dus de 4e al weg mochten. Nou was er geen directe vlucht, dus dat was echt super balen. Alleen we hebben besloten om dan toch maar een beetje een omweg te nemen via Praag. Ik vind het niet zo heel erg als je weg bent, ben je maar weg. En we maken er iets... gezellig van. Dus we vliegen morgen om 8:30 ochtends vanaf Ulsan. Dus 7:00 ochtends vertrekken van huis. En dan gaan we vanaf Seoul gaan we dan naar Praag. En van Praag uiteindelijk naar Amsterdam. Echt, ik kan niet wachten. Gisteravond waren Dave en ik helemaal opgelaten. En mijn fles wijn opengetrokken. En we hebben er in ieder geval heel veel zin in. Vandaag gaan we dus even de koffer inpakken. Ik heb al een week geleden alle setjes klaargelegd wat ik mee wil hebben. Ik hoop dat het allemaal past. Ik denk het niet. Dus ik moet een beetje gaan schrappen. Ja, en dan gaan we dus eindelijk morgen naar Nederland. Heel veel zin in. Eén dingetje wat dus een beetje een dingetje is dat we naar Nederland gaan. We zouden eigenlijk dus 5 dagen later in Nederland zijn... dat is dus nu eventjes anders. En ons huis is dus redelijk af. Maar alle meubels moeten nog in elkaar gezet worden. Er komen nog wat dingetjes voor het huis. Dus als wij komen, komen we dus wel niet in een bouwval. Dat wil ik niet zeggen, want het is geschilderd. De vloer ligt erin. De keuken is zo goed als af. Maar er moet nog een deur inkomen. Kleine afwerkingjes en dat soort dingen. En dus alle meubels in elkaar. Dus dat wordt nog wel even een dingetje hoe we dat gaan doen. Maar ik zou tegen Dave, ik vind het ook best wel leuk om gewoon een beetje te kamperen. Babybedje staat wel al.
Het oude babybedje heb ik namelijk meegenomen die we nog hadden. Die is van mijn neefje geweest. Die staat er al. En wij hebben dus gewoon een matras die we op de grond kunnen leggen. En dan kunnen we de volgende ochtend gewoon lekker starten met alles rustig in elkaar zetten. Dus ja, dat is, vind ik heel erg leuk. Dan kan je toch nog een beetje zelf iets doen. We hebben dus net besloten dat we de goudvis hier niet willen laten. Omdat ze allemaal super dicht op elkaar zitten. En in kleine bakjes. Dus Dave zegt, ik vind het eigenlijk zielig. En ik dacht eigenlijk meteen hetzelfde. Dus we zijn nu een automatische feeder aan het kopen. En een automatische lichtschakelaar. En we hopen dus, want die vrouw spreekt echt heel slecht Engels, dat het gaat werken. En dat als we dus terugkomen, dat ze allemaal nog leven. Maar ik heb het idee dat ze hier ook niet echt een leven hebben. Wat een hemelsnaam. Wat is dit voor vis? Dit heb ik echt nog nooit gezien. Dit is toch echt zielig? Een klein bakje, daar zit hij in totdat hij wordt verkocht. Maar dit is dus een Japanse vechtvis. En die had ik dus vroeger in mijn aquarium. En mijn vader en ik kochten er steeds twee. En altijd ging er één dood. We wisten dus niet dat die Japanse vechtvis was. En die mooie, dat zijn de mannetjes. En die of dacht ik de mannetjes. En die vechten dus met elkaar tot de dood. En dan is die weer de basis. Die met die mooie sluier, dat zijn dan... Nou, of de vrouw, ja, misschien wel de vrouwtjes trouwens. Vrouwtjes en dan die mannetjes die hebben zo'n lady. Schat, eventjes ter informatie. Die met die lange sluiers, zijn dat de mannetjes of de vrouwtjes? Geen idee. Oh. En kom eens één... Met de lange sluier. Dat zijn de mannetjes. Schat, kom eens één ding kijken. Over één vis heb ik een vraag. Heel snel. Echt een hele gekke vis. Je hebt het nog nooit gezien. Wat is dat voor vis? Hier beneden. Wow. Ik heb het echt nog nooit gezien. Ik denk dat er niet veel lelijke vissen zijn. Kijk, zoals je ziet, Dave spreekt al vloeiend Koreaans. Hij gaat me echt vermoorden dat ik dit zo aan het filmen ben. Hij heeft gevraagd of de vrouw van de viswinkel het al even in elkaar kan zetten, want hij heeft geen idee hoe het moet. Ja, hij gaat nu de translator bellen, denk ik. Oh, the time. Fly. Oké, de vissen zijn gedaan. Of tenminste, daar wordt voor gezorgd. Rio, mama komt eraan. Even door het gejank van Rio heen. Het is een elektrische visvoermachine. En we hebben een soort van timer op het licht zitten dat die uitgaat. Dus we hopen dat het allemaal werkt. En we hadden normaal twee bakken, maar we hebben ze nu allemaal bij elkaar gegooid. En we hopen dus dat het goed gaat. Dus ik ben heel benieuwd. Dave is net de deur uit, dus ik ga de koffers pakken. Dave had meestal de helft weer van hem eruit. Nee, dit draag ik toch niet en dit doe ik niet. Moet hier een beetje opgeruimd worden, want door al het uitzoeken van spullen ligt alles door elkaar. En overal. De was is wel allemaal weggewerkt. En ja, het enige wat dus echt lastig is, als ik bezig ben, wil Rio aandacht. Dus dan moet ik mijn aandacht verdelen tussen het inpakken en Rio een beetje attention geven. Oké, dit gaat dus een beetje een probleempje worden. Dit is mijn koffer. En dit zijn dus eigenlijk de schoenen die ik allemaal mee wil. En daar moet dus de kleding voor 2 maanden bovenop. Dat wordt een probleem. Oké, deze gaan dus niet mee. Dit gaat niet mee. Dat gaat niet mee. Ja, het is echt chaos hier hoor. Nou, dit
is mijn koffer. Ik rol dus altijd alles op. Zo kreukt het minder snel. En al is dit niet allemaal heel erg gestreken hoor. En zo creëer je meer plaats. Dus ik heb allemaal rolletjes op rolletjes. Dus dit gaat mee. En dit heb ik moeten schrappen. Het is niet anders. Balen. Nou, er moet hier nog sokkelondergoed. Je kent het wel. Dit zijn al Rio's spulletjes. De kip is, heb ik in zijn bed gelegd. Ik heb nog niet heel veel spullen, want ik heb alles tot 6 maanden gekocht. En toevallig is hij vandaag 6 maanden. Dus er is nog wel wat ruimte over. Voor wat shoppen in Nederland. Dus dan haal ik nog wat meer leuke dingetjes voor de kleine boef. Ben ik de enige die zijn kind zo te eten geeft op deze manier? Die zo onder zit. Ik heb hier geen kinderstoel ook. Maar hij heeft weer iets nieuws, het uitspugen. En dan het liefst in mijn gezicht. Jij hebt het ook een mooi figuurtje. Dit is jouw koffer, hè? Ja. Jij geeft mij gewoon die kut koffer. Helemaal niet. Jawel. Hier. Dit is ons handbagage, deze. En deze. En dit is mijn koffer. Dit is Rio. Zijn trouwe viervoeter. En dan hebben we nog de babytas. Nou, that's it. Ik vind het netjes. Rio? Ben je er klaar voor? Rio? Ben je er klaar voor? Ben jij er klaar voor? Rupsje, eigenlijk moet je al lang slapen. Alla. Goedemorgen, zijn we er klaar voor? Het wordt een hele lange reis. Dat denk ik ook, maar we hebben er wel heel veel zin in. Zit erop. Rio was een beetje in beeld, maar heeft zich eigenlijk hartstikke goed gedragen. Niet heel erg gehuild of zo, of geen tenen krommend gebeuren. Dave vindt het best een beetje spannend. Die wordt wat zenuwachtig als zeg maar ons been begint te janken. Het is straks op de lange vlucht. We zijn nu geland op Gimpo Airport in Seoul en we moeten dus vanaf Gimpo naar Incheon. Dat is een uurtje uit elkaar. Dus deze agent, Hichon, die heeft ons opgehaald. Echt super lief. En die brengt ons van het ene vliegveld naar het andere vliegveld. En dan gaan we de lange vlucht tegemoet. We zijn dus op Incheon Airport. Ik heb een hele leuke nieuwe tas gekocht. Het is echt een super mooi airport. Dus die zal ik later eventjes showen. Die zit hier ingepakt. Verder zijn we dus alles al helemaal op tijd. Loopt het allemaal vloeiend. Hè, schat? Heel vloeiend. Heel vloeiend. Ja, we hebben net even een sapje gehaald. En ik ben wel echt helemaal kapot. We hebben de hele nacht niet geslapen, Dave en ik, omdat we allemaal video's van ons nieuwe huis kregen. En dus we zijn echt opgebleven. Ik heb misschien 2 uurtjes geslapen of zo. Het enige wat een beetje naar is, omdat we zo laat hebben geboekt en de vlucht hebben gewisseld, is dat we dus geen bassinet hebben. Dus zo'n baby basket die je dus aan het muurtje hangt. Zodat Rio gewoon lekker kan slapen. Die heb ik tot nu toe dus wel altijd gehad. Dus dat is echt een flinke tegenvaller. Dus ik hoop dat er iemand is die wil ruilen. Oh, wat lekker. Grapefruit. Schat, hij moet het pakje nog de hele tijd aan, hè? Denk je, hè? Ik wil even afvegen snel, voordat het op het pakje komt.
Steve's eventjes mijn saladetje aan het prepareren. Ik zit hier dus met dit kleine spook. Nou, dat was alweer voor deze week. Echt een hoogtepunt natuurlijk dat we naar Nederland zijn gevlogen. Een dieptepunt was natuurlijk wel eventjes dat Dave had verloren. Maar dit heeft een hele hoop goed gemaakt. Ook even een dieptepunt was vliegen met Rio. De afgelopen keer is het super goed gegaan. Dan heeft hij alleen maar geslapen. En toen zat ik gewoon economy. En nu vlogen we via de club business. En heb ik echt tussen zo'n spleet gelegen van de stoelen om Rio maar te laten slapen. Maar hij heeft echt 10 uur lang achter elkaar gehuild. Dus ik wilde echt eventjes in een hoekje zitten huilen. Ik heb dit niet gefilmd omdat het zweet me echt op mijn voorhoofd stond. En dat mensen me natuurlijk heel raar zouden aankijken als ik mijn jankende baby zou gaan filmen. Iedereen was wel een beetje aan het zuchten. Dus dat zorgde voor een hoop stress, ook tussen mij en Dave. We hadden helemaal zo'n romantisch beeld voor ogen van we gaan lekker gezellig met champagne, hebben we wel gedaan hoor. Maar lekker filmpjes kijken en zo, dat was gewoon echt even anders. Dat Dave tegen mij zegt, ga nou even een rondje lopen. En dat ik zeg, ja, doe jij het. Even zo'n stressmomentje. Maar het is allemaal goed gekomen. Toen we er helemaal waren was het heel leuk. Heb ik eventjes met mijn opa's en oma's gegeten. En het was echt super gezellig. Voor de rest zijn we thuis gekomen en was ons hele huis helemaal in elkaar gezet en gedaan. En alles was al zo goed als af. Al hebben we wel dus nu een week lang al mensen hier over de vloer. En om alles af te maken, zeg maar. Er is echt heel hard aan gewerkt door mijn schoonouders vooral. Die heel druk bezig waren hier in huis om het al een beetje thuis te maken. Door alle werknemers die hier hebben gewerkt. Vriend van Dave, Charol, die is hier echt druk geweest. Quincy, die heeft gesloopt. Dus ik ben echt super blij met jullie jongens allemaal. Vergeet een hele hoop mensen. Dus dat is heel fijn. Maar ook zo'n verbouwing geeft gewoon een hoop stress. Je wil alles hier snel afmaken. En we hebben dus nog geen moment kunnen relaxen. Dus dat is ook gewoon waarom de vlog een beetje is vertraagd. Iedereen is gelukkig wel langs geweest voor koffie. Mijn beste vriendin Tirsa is hier geweest. Met Sander, de vriend. Om hier even champagne open te trekken. En ze zouden wat spulletjes in elkaar zetten. En dat allemaal. Ik heb de hondjes weer gezien. Die zijn heel enthousiast, blij en leuk. Voor de rest gaat het feest nu echt beginnen. Kunnen we echt relaxen. Want ik kan jullie overklappen, het huis is dus nu af. De kerstboom staat al, de hondjes voelen zich thuis. Ik heb morgen mijn housewarming. Er komen echt super veel leuke dingen aan. Dus je moet volgende week eventjes kijken. Dan ga ik dus de kerstboom showen. Ik ga jullie een house tour geven. Jullie zien de housewarming. Ik heb een fotoshoot. Echt super veel dingen. Dus ook wel weer druk. Maar wel heel erg leuk allemaal. Het klinkt nu alsof het allemaal niet leuk is. Dat we zo druk zijn. Maar ik vind het echt super super leuk. En ik ben nu al echt op en top aan het genieten. Dus volgende week zeker weer kijken. En ik heb een nieuwe laptop, dus het gaat veel makkelijker met uploaden. Dus dat is voor mij ook weer iets relaxter. Vergeet niet eventjes hier beneden te kijken onderaan voor de kortingscode van Anna Louise. Vergeet ook niet te liken en te subscriben. Vergeet niet te liken en te subscriben. Dat wordt nog wel eens vergeten. Het zou top zijn als jullie dat doen. En dan zien jullie mij dus volgende week met heel veel nieuwe dingen. En zal ik wel proberen weer een beetje up-to-date te blijven na alle hectische dingen hier. Doeg!